We kijken vandaag naar Eredivisie Badminton. We kijken naar Dekker Almere tegen Bergen op Zoom. En we volgen de wedstrijd van Stefan Branderhorst. Jullie gaan vandaag spelen tegen Bergen op Zoom. Het gaat om de derde plaats. Ja, we staan nu op de derde plek. Dat betekent, willen we het in eigen hand houden, moeten we hier 6 punten weghalen. En dan zijn we zeker van die derde plek. Mochten we minder punten halen, dan is het nog afwachten wat de andere teams doen. Maar vanuitgaande dat we derde worden, dat verwacht ik wel. Je gaat zelf ook een wedstrijd spelen. Tegen wie speel jij? Ik speel tegen Roel Jansen. Vorige wedstrijd uit heb ik ook tegen hem gespeeld. Toen heb ik een goede wedstrijd neergezet en in 2 sets gewonnen. Dus ik ga mijn best doen om hetzelfde resultaat neer te zetten. Ja, die derde plaats is toch wel belangrijk voor jullie, denk ik, hè? Want dan kun je meedoen in de play-offs. Ja, we hebben de play-offs gehaald. Daar zijn we heel erg blij mee. Dat was ook de doelstelling van dit seizoen. We staan nu derde en de derde plek speelt tegen de tweede plek in de play-offs. Dat is speculatie, maar dat is denk ik Van Zundert Velo. Van Zundert Velo is een sterke ploeg. We hebben daar in de reguliere competitie 2 keer van verloren. Dus we zullen er alles aan moeten doen willen we die play-off doorkomen tegen Velo. Die 2 eerste ploegen, Velo en Haarlem, zijn het dan een maatje te groot voor jullie? Velo hebben we wel 2 keer van verloren, maar we zitten er dicht tegenaan in 2 wedstrijden. Haarlem, daar hebben we 1 keer gelijk tegen gespeeld en vorige week de uitwedstrijd hebben we wel verloren. Het is zo dat willen we tegen dat soort ploegen een gelijkspel of een winst weghalen, moeten we alles uit de kast halen en dat zal ook zo zijn in de play-offs. Hoe kijkt u terug op het afgelopen seizoen? Een beetje verwacht wel met dit nieuwe team dat we de play-offs zouden halen. 4e plaats zeker, maar 3e plaats hadden we eigenlijk niet verwacht. Ja, wat verwacht u van de play-offs? Als het tegen Velo gaat worden, dan moet het bij ons inderdaad goed vallen. Dan denk ik dat we dat wel kunnen winnen. Maar dan moet het ook echt moet alles meegaan. En als het geheel onverwacht toch Haarlem wordt? Dan wordt het toch moeilijk. Er zijn een aantal moeilijke partijen waarvan ik denk van dat wordt kantje boord. Maar ik heb toch liever Velo. Die 1e plaats, is dat heel ver weg of zit er nog reële kans in? Reëel. Je moet ook zelf reëel blijven. Er zijn een aantal goede ploegen, zoals Duinwijk. En de 1e plaats, je weet nooit. Ik zeg nooit nooit, maar het wordt moeilijk. Nou, Stefan, gefeliciteerd. Je hebt de wedstrijd gewonnen. Maar de 1e set was ruim. Ja, de 1e set was 21-9. Ik begon de wedstrijd goed geconcentreerd. Dus de tegenstander kwam eigenlijk niet aan te pas. 1e set. Toen in de 2e set kantelde het, want toen kwam hij zelfs achter te staan tot 14 punten. Ja, de 2e set begon de tegenstander wat beter. Hij anticipeerde goed op mijn korte ballen, waardoor ik meer in de problemen kwam. En dat ik er harder voor moest werken de 2e set, maar gelukkig kon ik het op het einde nog de goede richting opduwen, gelukkig. Ja, dan komt die kentering rond de 14 punten, dan kom je op gelijke hoogte en dan ga je weer uitlopen. Ja, dan even de power erachter. De coach zit achter de baan van nu moet het gebeuren. En dan gewoon vol geconcentreerd de laatste punten van de wedstrijd spelen. En dan zie je dat je toch aan het langste eind trekt. En de uiteindelijke eindstand van Dekker Almere tegen de Flying Shuttle uit Bergen op Zoom is 8-0. Dus de 3e plaats is zeker gesteld.